welkom op onze spoedeisenhulp. Dit is de spoedeisenhulp van het Westeinde ziekenhuis. Wij beginnen hier onze rondleiding bij de echokamers van de radiologie. We hebben op de nieuwe spoedeisenhulp geprobeerd alles zo compact mogelijk bij elkaar te houden. Dus we hebben de radiologie is bij ons hier plaats gaan nemen. En die maakt dat wij snel onderzoeken kunnen doen. Dus dan hoeven patiënten niet meer de afdeling af voor verder onderzoek. We hebben op de spoedeisenhulp gebeuren heftige dingen. Om die reden hebben wij ook een familiekamer. De familiekamer kunnen wij familie laten wachten op patiënten. En mocht het toch het geval zijn dat mensen overlijden, kunnen ze ook hier in een aparte ruimte die we hier hebben. In alle rust afscheid nemen van de overledene. Zonder dat ze op de hectiek van de spoedeisenhulp op een kamertje, terwijl op de kamer ernaast hard gelachen wordt. Of kunnen ze hier op hun gemak afscheid nemen. Vanuit de pers komen, dat wil ik. Ik heb een pamfletje klaar liggen, daar staat een nummer van dus niet aan. Dus welkom alle burgers van de stad en bijzonder haar eerste burger, burgemeester Krikker. Fantastisch dat u er vanmiddag bent. We hebben de burgemeester gevraagd om de openingshandeling te verrichten samen met anderen, want zoiets kun je niet alleen, dat doe je met elkaar. En we zijn ook ontzettend blij dat hier vanmiddag niet alleen al collega's van het ziekenhuis zijn, maar ook huisartsen, mensen van de ambulance, uit de verpleeghuiszorg, kortom, iedereen die zich bezighoudt met de spoedeisende zorg voor onze burgers van de stad beter maken. En natuurlijk zijn er ook patiënten tussendoor die gewoon een afspraak hebben op het spreekuur. En welkom en fijn dat u er ook bent. Dames en heren, het is met buitengewoon veel genoegen dat ik hier sta. Want het klopt, ik heb het ook in aanbouw mogen zien. En wat is er leuker dan iets openen wat je ook in aanbouw hebt gezien? Want dan weet je van hoe ver het wegkomt. Een van onze nieuwe onderdelen van de spoedeisendhulp is onze verrijdbare CT-scan. Dat heeft als voordeel dat we eigenlijk twee kamers kunnen bedienen. We staan nu aan de ene kant in een kamer. Aan deze kant vangen wij mensen op die een beroerte hebben, een probleem hebben met een grote lichaamsslagader. En die kunnen we dan snel scannen. Aan de andere kant, de muur die je daar ziet, die kan open. Dan gaat de scan naar de andere kant en kun je daar ook een patiënt scannen. Het grote voordeel van daarvan is dat je zieke patiënten zo min mogelijk hoeft te verplaatsen. Want de ambulance komt hier binnen, legt de patiënt op de scan neer. Wij sluiten de patiënt aan de monitor, beginnen de behandeling en kunnen vrij snel de scan maken. We gaan deze spoedeisenhulp openen. Wat wel bijzonder is dat mevrouw Krikker, de burgemeester, hem ook al in aanbouw heeft gezien. En een heleboel van ons hebben hem al veel te lang in aanbouw gezien, want er is wel veel te lang heel veel gewerkt onder omstandigheden die eigenlijk zeg maar nauwelijks te beschrijven zijn. En u gaat straks zien hoe die spoedeisenhulp geworden is. Maar de afgelopen 3 jaar is er echt zo aangewerkt, maar is tegelijkertijd ook de patiëntenzorg gewoon doorgegaan. Dus 3 jaar patiëntenzorg doorgegaan en tegelijkertijd ook de spoedeisenhulp verbouwd. Ik wil toch eigenlijk voordat we wat doen even een applausje voor al die mensen geven die dat. Vertelde al over, het is 3 jaar over gedaan. En toen ik hier was, het is nog niet helemaal niet zo vreselijk lang geleden, toen zeiden mensen ook, we zouden het wel heel fijn vinden als het nou eindelijk af is. Maar het mooie was, door die rondleiding keek ik door de ogen van mensen die het eigenlijk al afzagen. Dus wij zagen allemaal dingen die er nog niet waren, maar er was al een sfeer van dit komt allemaal goed, dit wordt de mooiste. En de grootste spoedeisende hulp van Nederland. Dit is een van onze behandelkamers. En zo zien eigenlijk alle behandelkamers er tegenwoordig uit. Met in het centraal de patiënt. Met daarbij de monitor. Alle dingen zodat we in het patiëntendossier dingen kunnen invoeren. Een onderzoekslamp. Alles om gelijk de zorg te kunnen verlenen die de patiënt nodig heeft.
Maar helaas moeten mensen ook wel eens wachten bij ons op de spoedeisende hulp. Dus we hebben voor de patiënten een tv neergehangen. En de afstandsbedieningen liggen bij ons in een kastje, omdat we anders ze zo kwijt zijn. Maar dit is eigenlijk hoe alle behandelkamers eruit zien. Het voordeel is dat het rust is. We kunnen de deur eventueel dicht doen, willen we wat minder geluid hebben. En die spoedeisende hulp, dames en heren, dat is iets waarvan ik altijd hoop dat niemand daar gebruik van hoeft te maken. Want als je spoedeisende hulp nodig hebt, dan is er meestal iets heel erg ingrijpends gebeurd. Iets waar iemand ernstig gewond is geraakt, of waar hartfalen is geconstateerd, of waar iets anders heel vreselijks is. En dan ben je zo intens gelukkig dat wij in een land wonen waar spoedeisende hulp ook echt spoedeisende hulp is. En dat als je dan aankomt op zo'n afdeling, dat er allemaal mensen staan, verpleegkundigen, artsen, andere medewerkers, die weten waar ze het over hebben. En die je zo snel en zo efficiënt mogelijk naar die plek geleiden waar jij hulp kan krijgen en waar het trauma wat jij hebt gesteld kan worden. Waar gezorgd kan worden dat het gestabiliseerd kan worden. En waar gezorgd kan worden dat jij weer gewoon jezelf wordt na een tijdje. Op dit punt staan we op het kruispunt van de spoedeisende hulp. Met daar aan die kant de ingang van aan de westeindekant. Daar onze ambulancehal en daar de uitgang van de spoedeisende hulp. Dus zoals je ziet is dit eigenlijk een heel centraal punt op onze spoedeisende hulp. En wat dan gelijk opvalt is dat je vanaf hier tot aan de ambulancehal helemaal tot aan de andere hoek van de spoedeisende hulp kan kijken. Dus we hebben geprobeerd op deze grote afdeling elkaar toch nog zo goed mogelijk te kunnen zien. Het is een kwestie van een stap naar voren zetten, naar links of naar rechts kijken en je ziet wel iemand lopen die je zou kunnen aanschieten. En bij deze spoedeisende hulp, want ik heb met heel veel mensen al gesproken, geldt ook dat er oog is voor de familie. Want als je spoedeisende hulp nodig hebt, kom je meestal niet alleen. Er hoort ook een hele familie bij. En er is oog voor die familie om die ook een beetje te stutten. Want het zijn ingrijpende gebeurtenissen die hier langskomen. Nu staan we op een andere plek van onze spoedeisende hulp. Als je dan kijkt, dan zie je eigenlijk dat het een ovaal vorm is. Maar daaromheen de kamers omheen gelegd. Met centraal de werkplekken van de dokters en de verpleegkundigen. Om te zorgen dat we onze patiënten goed kunnen zien. En de patiënten ons ook goed kunnen zien. Maar dat het qua geluid, want als je merkt, ik zie dat er aardig wat gordijntjes dicht zijn. Is het toch vrij stil. En dat is wel echt een verschil met de oude spoedeisende hulp. Nou, we staan hier bij iemand die is met de beademing bezig. Wat is dit precies? Dit is een beademingsmachine van de intensive care. Dat wat u hier ziet is een monitor en daaronder een beademingsmachine, zodat wij op transport kunnen met een patiënt bijvoorbeeld naar de CT-scan. En als de patiënt beademd moet worden, kunnen we dat op deze manier doen en we houden hem direct in de gaten. Maar als je bij ons op de IC ligt, dan ligt natuurlijk aan een veel mooier geavanceerd apparaat waarbij we alles kunnen meten en kunnen zien. En met dat kijkertje kun je dus dan in de mond. En dan kun je dus dit. En dan zie je op de telefoon een beetje een strattenklepje. Dat kan je ook. Stemband afsluiten. Kijk, en daar zit dat ding wat je achter kan. Dit zijn pacemakers. Dat is als je hartritme te traag zou gaan. Ja. Dan komt het, zit dit, zo'n kastje zit met een draad via de aders naar het hart toe. Ja. Deze moet dan aangesloten worden op een pacemaker. Ja. En dit zit dan onderuit, dus dat ligt zo, meestal aan de andere kant, zo naar je hart. Mm-hmm. En dan kan het, als het hart, eigen hartritme hapert, dan valt de pacemaker niet. Dat is een gek idee, hè? Dit is de wachtkamer voor de kindergeneeskunde in principe. We zijn nu op het stukje beland waar we vooral proberen de kinderen te behandelen. Zoals je merkt ligt het wat meer in de luwte van onze spoedeisende hulp. Maar nog steeds centraal, want als je naar die kant kijkt kan je gewoon de coördinerende verpleegkundige zien en alle andere dokters. Maar wat rustiger. Dat is voor de kinderen fijner, maar ook voor andere patiënten prettig. Kinderen kunnen wachten in de aparte wachtkamer voor de kinderen. En die hier om het hoekje is.
met wat meer aankleedspullen en dingen om te spelen dan in onze centrale wachtkamer. De andere kamer heeft alleen maar deze kast en die kast, maar de kinderkamer heeft bijvoorbeeld een weegschaal meegewerkt in de kast, zodat we de kinderen makkelijk kunnen wegen. Deze kamer, zoals je ziet, is nu nog een beetje rustig. Maar we willen voor de kinderen natuurlijk ook nog iets leuks aan de muur, maar dat komt nog. Dus dat wordt nog georganiseerd. Maar deze kamer is specifiek wat meer voor de kinderen bedoeld. Maar wij behandelen hier in principe ook volwassenen. Als je dan op zo'n mooie, want ik heb hem nu alleen nog maar in het virtual reality filmpje gezien. Als je dan in zo'n mooie spoedeisendehulp komt, dan heb je ook het gevoel dat je in goede handen bent. En ik weet heel zeker dat al onze Haagmoers en mensen van buiten die hier op de spoedeisende hulp komen, dat die in echt hele goede handen zijn. En ik ben er trots op dat ik zo dadelijk de openingshandeling mag verrichten. Dank u wel. Hier bij een heel mooi apparaat. Veel mensen hebben deze wel eens ontmoet. Waar is dit apparaat voor? Nou, dit is een echo-apparaat. Daarmee, wat de eerste associatie van mensen is dat het gebruikt wordt bij zwangere dames om de baby, de groei van de baby goed te kunnen kijken. Maar wij op de radiologie gebruiken hem voor eigenlijk alle andere dingen. We kunnen echo's van de buik maken om te kijken of mensen nierstenen hebben of dat er van alles wat er loos is kunnen we in beeld brengen. En niet alleen de buik, maar ook de schoudergewricht, bloedvaten in de benen kunnen we zien. Dus daarmee kunnen we met geluid, met behulp van dit apparaat kunnen we alles in beeld brengen. Ja, en wat ik zo bijzonder vind ook, het is gelijk te zien. Ja, ja. De arts die bedient het apparaat, die voert het onderzoek uit en die kan gelijk op de beelden zien wat er te zien is. Dus die kan ook gelijk de patiënt wel iets meegeven van wat hij ziet of zij. Ja, ja.
dan hebben we onder de tafel een stroomkabel. Ik weet alleen niet waar de stroom zit hier. Op tafel is er ook een kleinere.